S ontvangt vandaag... Rutschak, wat je weet, die andere diva. Hallo, mijn goede. Hoe gaat het met je? Alles goed. Heerlijk. Wacht, je microfoon is niet goed. Laat maar het goed. Zo is het beter. Ai, oh. Anders gaan die mensen je schuins horen praten. Nou, Fafi Mipching, gaat alles goed? Ja, lekker. Ja, tante is goed. Je ziet er ook goed uit. Ik dank u wel. Leven lacht je toe. Ja, ik mag niet klagen. Je mag niet klagen. Ik mag goed niet zo klagen. Bij je. Dat heb ik ook altijd geleerd bij je. Ik draag alleen, ik klaag niet. Ik wist het wel, maar vertel tante S toch voor de zekerheid. Wie is je vader, wie is je moeder? Mijn vader is Cyril Chakot. En mijn moeder is Lisette Verwij. Die van de sporthal is je vader? Die, juist, precies die. Die van die bar van de sporthal. Ja. Oké, okay, ondeugende man. Ja, maar ja, en je moeder is verpleegster. Ja, mijn moeder heeft 45 jaar in de verpleging gezeten. Zo lang? Heel lang. Hier in Holland? Suriname en in Holland. Ja, want je was vrij jong, hè, toen je naar Holland kwam. Ja. 1969. Ik was 9 jaar, dat klopt, ja. Ja, het jaar van de Summer of Love. Maar je kwam hartje winter aan. Ja, en of, ja. In IJmuiden. Welke boot zijn jullie gekomen? Die van Sinterklaas. We zijn niet op de boot gekomen. Oh, nee, oh. We hebben gelukkig gevlogen. Jullie hebben gevlogen? Ja, we hebben gevlogen. Maar het was koud, heb ik gehoord. Het was stervenskoud. Vertel me. Wat valt er te vertellen? Hoe was je ervaring? Ja, hoe zag je dat? Je komt uit het bos, hij ziet sneeuw. Hoe was dat? Bij wijze van spreken. Het was een ervaring op zich, want je weet niet waar je terechtkomt als kind natuurlijk. Mm. Je volgt je ouders. Ja. En wat je ziet is het eerste als je landt, zoals spierwit. Erg koud. Ook gelukkig de mensen. Ook spierwit. Ook de mensen. Ik heb het niet gezegd. Ook de mensen, ja. Maar leuk. Leuk, anders. Koud. Had je al een jas toen je kwam? Die werd ons wel overhandigd op het vliegveld. Ja, ja. Dus je moest dit hele stuk naar beneden, moest je zonder jas lopen? Nee. De familie stond klaar stond met een jas. Stond klaar bij het vliegtuig, ja. Naast het vliegtuig met nee, de jas. Nee, tante S, hoor. Oh, zei, oh, toen je me met je uit die hal, in die hal. Oh ja, is waar. Ja, oh. Je hebt een broertje en een zuster. Dat klopt. Je broertje zingt ook. Ik weet, hij is een keer bij meneer Rijman hier geweest, dat single van de week. Mm-hmm. Mooie jongen, is hij nog single? Hij is nog single, ja. Volgens mij wel. Geef hem een nummer. Mm-hmm. Je weet, hij zei toch op een oude fiets moet je leren rijden. En deze oude fiets heeft de hoofdversnellingen. Dus hij... Elephant Songfestival dan. Songfestival, ja. Dat weet je nog. Dat weet ik nog wel, ja. Zesde plaats met vrede. Mm-hmm. Alleen één tekst moet me uitleggen, hoor. Elke nieuwe appelboom die wordt geboren... heeft van nature niet de oren om te horen. Dan vinden jullie het vreemd dat je maar zesde weg hoort. Maar ik heb het niet... Tante S, ik heb het niet zelf geschreven. Meneer Westbroek heeft het geschreven. Meneer Henk Westbroek heeft het geschreven. Ah, bij Drongo zeker. Nou, bij Drongo. Want anders doe je zoiets niet. Maar wat me wel is opgevallen, vanaf 1975... tot en met nu is Nederland 2 keer in de top 10 gekomen. En allebei keer waren het zwarte vrouwen die zijn gegaan. Jij 1 keer en 1 keer Cecilia Rombly. Ja. Moeten ze niet gewoon vaker zwarte vrouwen sturen naar zo'n festival? Nou, ik ben blij dat ik erover begin. Want de zwarte vrouwen, ik zat gelukkig ook in de jury dat jaar. Mm-hmm. En de zwarte vrouwen die, waarvan ik vond, die moesten winnen. Ja. Die zijn helaas niet doorgebroken. Het waren, hoe heet ze nou, met Ingrid Simons en... Lucretia. Nee. Weet je, Mino, Sabi, ik ben niet zo thuis in die wereld. Nou, in ieder geval, die ik ken net King Cole, dat soort dingen ken ja, ik. Jongen, maar die ken ze ook. Oh. Die ken ik ook. Maar dat ja, vind je... Denk die dat hadden moeten winnen. Ja? Daar hadden we nog kans gemaakt. Ik ga ook meedoen, volgens mij. Ja. Ik ga ook meedoen, dan ga ik à la pressie op zijn zweet zingen. Elle presse, comme je de dat zou mooi zijn, toch? Wat denk je? Maar net dat je het over noemde, je naam... Meneer Campbell Humphrey. Mm-hmm. Hij is al jarenlang je poppetje, ik weet het. Jullie kenden elkaar al 11 jaar en toen sloeg de vonk over tijdens de Cotton Club. Heb ik gehoord, jullie waren een liefdespaar en het sloeg ook over toen. Maar tante, van je doet dat de ik vraag. Weet veel, meisje. Ik heb heel wat vogeltjes die fluisteren. Oh, oh. Ja, jullie waren een soort van Bastiaan Ragas en Tooske van die precies, tijd. Ja, precies. Ja, toch? Hoe dat ontstaan is, slaan we dood, maar de vonk sloeg over. Tijdens de Cotton Club ook, hè? Ja. Ja, want het was eigenlijk, Humphrey was al jaren mijn beste vriend. Echt een hele goede vriend van me. En dan is het toch raar als het je overkomt. Ja, precies. Ik moet er niet aan denken dat ik seks met mijn beste vriendin zou moeten hebben. Tenzij jij mijn beste vriendin wil worden, dan wil ik erover nadenken. Maar dat is een ander verhaal. Oh. Nee.
Nee, maar en toen is het gewoon gebeurd. En toen is het gebeurd. En sinds toen zijn jullie samen? Ja. Hoe lang is dat al? 15 jaar. 15 jaar? Ja. En in 1979 heeft hij het de huwelijk gevraagd in bijzijn van je hele familie. Heel romantisch, is op zijn knie gegaan. Zegt dat jij de vrouw van zijn leven bent. 1997. Nee. Hebben jullie al een datum? Huh? Nee, we zijn gelukkig zo. Het is prima zo. We dus houden heb je geen zo. Geld voor een jurk? Nou, het geld is... Ik anders mag je die bekennen. Van mij lenen. Nou, tante, nee. Ik heb een trouwjurk eens maar 8 keer gebruikt. Nee. Het was wit toen ik begon. Het is nu een beetje asgrijs. Maar nee, je kan het dragen. Nee, ik denk niet dat een huwelijk echt van groot belang is. Niet voor jullie meer. Het is niet voor ons meer. Nee, als je zo lang samen bent... En het zegt nooit door. Nooit, hè? Want het is... Nee, het kan altijd gebeuren. Ja, het kan altijd nog. Zing je geen Surinaamse liedjes? Nog niet, maar het komt er wel aan. Want ik ga nu een Latin album opnemen. Mm-hmm. En in combinatie Nederlandstalig, Engels en Surinaams. Welke Surinaamse liedjes komen erop? Dat weet ik nog maar niet. Maar ken je nog Surinaamse liedjes worden? Van vroeger? Ja. Welke ken je? Hmm. Gaan we samen zingen voor die mensen. Dat is nu? Ja, welke? We gaan duet. En if you know what duet, oh duel. Dus morgen moet je dat even zingen. Betremdoel. Salsa zing je dan? Fayo can tak me no more. Want dat tak next. Nee, maar daarom zeg ik het voor de zekerheid. Okay. Fayo can tak me no more. Fayo can tak me no more. Na tu brom chi me. Ilas draven. Maar je hebt je best gedaan. Ik hou van je, mijn schat. Echt waar. Geef een applaus, dames en heren. Rustig. Dankjewel. Dankjewel. Ben jij in de show? Je bent al jaren mijn grote idool, je mag het weten hoor. Is niet om te slijmen, maar ik heb al je cd's. Ik draai het regelmatig voor Rudy. Ja, oh. Als ik zeg ga, ga daar snel. Ja, ik zeg het voor hem. Ik zeg het voor hem, die zakka zakka. We gaan naar muziek. Mm-hmm. Deze meneer, hij zit in de nieuwe clip van Band 8. U weet het wel, dat ding in, met voor Engeland, voor die mensen die in Afrika hangen.